Hoi allemaal, vandaag is het tijd om de favoriet van het afgelopen jaar aan jullie te laten zien. Ik heb dit jaar niet dat ik per categorie maar één product wil uitkiezen. Ik heb bij sommige categorieën ook best veel producten. Ik probeer er een beetje volgorde aan te houden en het leek me logisch om met lichaamsverzorging te beginnen. Ik heb er eigenlijk maar één favoriet in en dat is de After Oil van Rain Pharma. Dit product heb ik dankzij Peggy leren kennen. Rain Pharma is een Belgisch merk. Ik ben eigenlijk wel iemand die graag bodylotion gebruikt. Dus elke dag. En heel soms heb ik er niet zoveel zin in. En daar gebruik ik deze olie. En je hebt gedoucht en je hebt je huid gereinigd. En dan moet je deze aanbrengen gelijk afspoelen. Het is geen vette olie. En dat is wel heel fijn. Dus zodra je hebt afgespoeld, dan merk je er niks van. Behalve dat je huid natuurlijk lekker verzorgd is. Dan gezichtsverzorging. Ik heb twee producten die ik graag met jullie wil delen. De eerste is de Renewing Cleansing Oil van Murat. Dit flesje heb ik echt wel, wel zo goed als het hele jaar. En jullie zien het, er zit nog een behoorlijke hoeveelheid in. En ik gebruik hem steeds elke dag. Ik heb ook de cleansing oil van Shure Murat geprobeerd. Ik moet eerlijk zeggen, deze vind ik echt beter. Eindelijk sinds ik deze olie heb ontdekt, ben ik helemaal into double cleansing systeem, reinigingssysteem. Ik denk dat sommigen van jullie weten wat double cleansing inhoudt. Misschien dat jullie willen dat ik er een aparte video over maak. En laat het me weten, want het is echt geweldig. Tenminste, voor mij werkt het echt super. Ik merk gewoon dat mijn huid dieper gereinigd wordt en ook milder en sneller. Maar goed, voor nu ben ik echt heel erg blij met deze olie. Om mijn oogmake-up te verwijderen, gebruik ik daarna deze Ethos oog- en lipreinigingslotion. En deze heb ik eigenlijk nog niet zo heel lang geleden ontdekt. En toch durf ik hem tussen mijn jaarfavorieten te zetten. En waarom? Mijn ogen zijn heel gevoelig voor wat betreft eigenlijk oogproducten in het algemeen. Deze van Ethos, dat is zo'n B-face remover. Dus deze moet je even goed mengen. En ik moet zeggen, hij is heel zacht. Hij lijkt heel erg op een make-up remover die ik steeds uit Duitsland meenam. Ik ben heel blij dat dit gewoon een Nederlands product is. Wat ik gewoon makkelijk overal kan vinden. Overal bij de Ethos. En wat gewoon echt super, super goed werkt. Dan wil ik het even hebben over de nagels. En dit is echt gewoon mijn holy grail, denk ik. Voor de rest van mijn leven zo ongeveer, denk ik. En dit is het Trint systeem. En vooral deze. En dit is de nail balsam. Die doe ik dan als eerste op mijn nagels. En eromheen gaat de nail repair. Dit heeft zo mijn nagels gered. Echt, ik ben zo blij dat ik dit ben gaan gebruiken. Ik heb het verhaal van mijn nagels denk ik al vaker verteld. Dit is gewoon top voor zwakke nagels. Het afgelopen jaar was ik echt zo into blauwe nagellak. Het is echt, ik weet niet wat het is, maar ik heb opeens zoveel nieuwe blauwe nagellak bij. Maar dit zijn dus even voorbeelden van kleuren die ik helemaal geweldig vind. Bijvoorbeeld de donkerblauwe, daar heb ik denk ik nog het meest van gekocht uiteindelijk. Ik weet niet wat het is, maar ze zijn allemaal net even anders. Je kent dat wel. Van die felle blauwe kleuren en natuurlijk de babyblauwe kleuren. Dan op naar make-up. Ik moet zeggen, het afgelopen jaar ben ik sowieso meer geweest van de online shopping. Vooral veel bij de Aziatische / Koreaanse webshops. Mijn twee favorieten zijn de buyincoins.com en beautynetkorea.com. En ik ben gewoon echt aangestoken door een vriendin van me. Het zijn echt geweldige webshops, geen verzendkosten, mooie producten. Je moet waarschijnlijk net weten wat nou de moeite waard is. Maar dat zullen jullie vanzelf zien, omdat een aantal van die producten in mijn favorieten zitten van het jaar 2014. We beginnen met de basis, oftewel mijn foundations. En ik kon echt niet kiezen, dus ik laat maar allemaal vier favoriete foundations zien. Ik begin hiermee, dat is de Cover FX Natural Finish Oil Free Foundation. Zoals jullie weten heb ik een vette huid, dus het is best wel lastig om een goede foundation voor mij te vinden. Waarvan ik niet al te snel ga glimmen. En Cover FX is er zo één. Het geeft echt absoluut een natuurlijke finish, dus what's in the name. En deze gebruik ik als mijn huid niet al te onzuiver is, dus als ik gewoon een natuurlijke finish kan handelen. Omdat deze niet al te dekkend is, maar wel gewoon een medium dekking krijg je er ongeveer mee. Hij geeft een beetje dat gezonde gloed en het lijkt echt alsof je helemaal niks op je huid hebt. En toch met een medium dekking vind ik echt een toppertje. Cover FX is trouwens niet volgens mij in Nederland te koop, maar wel in Engeland bijvoorbeeld. Of je kan hem op YouTube bestellen en dan hoef je geen verzendkosten te betalen. Dan de foundation van Chanel, de Vita Lumière Aqua Foundation. En oh my god, deze is echt zo fijn. Ik heb met deze foundation kennis gemaakt toen ik visagie cursus deed. En toen werd deze foundation bij me aangebracht en het leek alsof mijn huid gefotoshopt werd. En ik dacht, oké, die moet ik hebben. Het is een foundation, dus op waterbasis. En dat is natuurlijk voor de vette huid echt ideaal. De Immaculate Foundation van Hourglass.
de meest geweldige en meest matte foundation voor vette huid ooit. Soms vind ik het persoonlijk zelfs nog te mat. Dus vaak breng ik eigenlijk deze foundation vooral met T-zone aan. En voor mijn wangen gebruik ik dan een andere soort foundation met wat meer glans. En hij blijft zo goed zitten, maar ook echt de hele dag. En als laatste de BB Cream van Misha, de Perfect Cover BB Cream. Dit is een Aziatische BB Cream en daar weten ze echt wat long lasting is en wat mat betekent. Verder met de basis wil ik graag deze benoemen. Dat is de Miracle Matte Skin Primer van 17. Hoe vaak heb ik deze al niet benoemd? Ik denk dat ik hem ongeveer in alle tutorials van afgelopen jaar heb gebruikt. En ik gebruik hem dus niet per se als primer, maar als anti-shine product. Dus nadat ik mijn foundation heb aangebracht, breng ik deze nog even met deppende bewegingen aan op mijn T-zone. En het zorgt er gewoon voor dat ik nog langer glansvrij blijf. Het afgelopen jaar ben ik ook helemaal into bronzers geweest. De twee bronzers die ik het liefst heb gebruikt het afgelopen jaar waren deze. De eerste bronzer is eigenlijk maar een miniatuurtje. En dit is Too Faced Chocolate Soleil Bronzer. En ik heb hem eigenlijk bijna non-stop het afgelopen jaar gebruikt. En ik snap niet dat er nog steeds geen pen of een deukje. Er zit wel een klein deukje in, maar het is een absoluut een mooie matte bronzer. En het heeft een hele natuurlijke, beetje roodachtige kleur. En hij is geweldig om je hele gezicht een beetje op te frissen, op te warmen, maar ook om te contouren. En echt een topper is dit. De andere bronzer waar ik echt helemaal blij mee ben en die mij gewoon een zomer doet denken, dat is er eentje van Clarins. Het was ook een limited edition en ik had hem op Schiphol gekocht voordat we op zomervakantie gingen. Hij is op zich vrij mat, maar het heeft wel een bepaalde gloed. En in het midden zit een klein highlightertje. En ja, ik doe eigenlijk mijn kwast er gewoon zo overheen, waardoor die highlight er een beetje mee gemengd wordt. En je krijgt op zich een vrij mat resultaat, maar niet zo plat. Ja, ik vind het echt een geweldige bronzer. Een geweldig effect en alleen de verpakking al super. Ik heb daarvoor twee favoriete kwasten eigenlijk, die ik het afgelopen jaar het meest heb gebruikt. Deze kwast van Kiko heb ik volgens mij al langer. Die zat volgens mij een keertje in een tijdelijke collectie. En ik vind hem geweldig. Echt zo'n beetje schuin afgesneden grote kwast. Waar je gewoon zo mee alles kan aanbrengen en blenden. En ik vind hem echt geweldig, geweldig. Vooral voor bronzer. En dit kwastje, dat is de Contour Brush van Real Techniques. Daarmee zet ik mijn contouren en alles een beetje aan. En er breng ik gewoon net iets meer kleur mee aan. En ik heb echt periode gehad dat ik alleen maar deze kwast gebruikte. Of alleen maar deze. En toen ging ik weer terug naar deze. En de laatste tijd gebruik ik ze gewoon samen. Dus dan breng ik eerst bronzer met deze kwast aan. En dan ga ik hiermee iets meer aanzetten. En dan nog met deze een beetje blenden. En ja, geweldige kwasten. Op naar de blush. Ik wil eigenlijk niet één kleur benoemen tot mijn favoriete, maar gewoon één merk. En dat is absoluut, zonder enige twijfel, Tarte. Tarte heb ik ontdekt dankzij Sephora.com. Of in ieder geval, ik ken het merk daarvoor al. Maar gelukkig verzet Sephora.com sinds 2014 ook in Nederland. Ik heb volop kennis kunnen maken met Tarte. Dat zullen straks ook nog merken. Maar dit zijn absoluut mijn favoriete blushes ever. Dit zijn eigenlijk alle blushes die ik heb van Tarte. En ik gebruik ze echt zo graag. En ze zijn super gepigmenteerd. Ze blijven serieus gewoon heel lang zitten. En ik vind ze geweldig. Ik zei net al dat Buy & Coins eigenlijk een van mijn favoriete webshops van afgelopen jaar is. En wat ik echt absoluut kan aanraden, mocht je bij de webshop een keer willen bestellen, dat zijn kwasten. En dan met name de foundation en de concealer kwasten. Ze zijn ook in verschillende sets. Ik heb bijvoorbeeld de foundation kwasten in een setje gekocht. Dit zijn geweldige kwasten. Super goede kwaliteit. Niet heel anders dan bijvoorbeeld Sigma. Omdat dit zulke stevige kwasten zijn, ze werken echt super fijn voor foundation. Maar ze zijn ook tegelijkertijd heel zacht. Waardoor je bijvoorbeeld dit soort kwastjes gewoon makkelijk voor concealer kan gebruiken. En het maakt gewoon je hele foundation routine echt zoveel makkelijker. Ik kan ze echt absoluut aanraden. Want de kwaliteit, je betaalt echt, ik denk dat zo'n kwast 1 of 2 dollar per stuk kost. Dus het is echt belachelijk eigenlijk hoe goedkoop het is. Maar ze zijn absoluut, absoluut aanraders wat betreft de kwasten voor het gezicht. Het afgelopen jaar heb ik ook best wel met concealers geëxperimenteerd. En ik heb er ook best wel veel van verzameld. Maar als ik toch echt mijn favorieten moet noemen, dan zijn het absoluut deze twee. En deze is van Holika. Holika is ook al zo'n Aziatisch merk. Ik heb hem echt vooral van de zomer echt zo vaak gebruikt. Echt niet normaal. Je kunt hem zowel voor de omzijdheden gebruiken, maar ook onder je ogen. Het is gewoon simpel, gewoon echt een stick. En je neemt hem overal mee naartoe. Je blendt alles gewoon lekker met je handen uit.
echt een super fijne concealer. Onder mijn ogen gebruik ik toch het liefst deze van Maybelline. In Duitsland heet het dus de Instant Anti-Age Effect. En volgens mij in Amerika heet het dan de Anti-Age Rewind of iets dergelijks. In een soort bolletje, zeg maar. En het is echt heel makkelijk om zo onder je ogen te doen. Het afgelopen jaar heb ik ook meer tijd besteed aan mijn wenkbrauwen. Nou, ik heb op zich best wel moeilijke wenkbrauwen, want die zijn gewoon echt te dun. En mijn droom is ook altijd om dikkere wenkbrauwen te creëren. Maar zodra je dikkere wenkbrauwen bij jezelf gaat tekenen, dan is het gelijk zo onwennig of zo. En daarom deed ik er maar niet zoveel mee, want ik dacht, ja, het is een beetje hopeloos. Ik heb er een beetje pech mee. Alleen nu stoor ik me eraan als ze niet bijgetekend zijn, omdat ik toch al de manier en de producten heb ontdekt waar ik het gewoon het gewenste effect wel mee kan bereiken. En dat zijn, en dat zal niemand verbazen, de producten van Anastasia Beverly Hills. Zowel dit kwastje als deze twee producten. Het ene is poeder in Dark Brown. Er zitten twee kleuren in. De lichte en de donkere. Ik meng ze vaak met elkaar. Om alles te fixeren. En soms gebruik ik dit product ook in zijn eentje. Dat was Deep Brow Pomade in de kleur blond. Ik heb hem echt intensief gebruikt het afgelopen jaar. Dat is denk ik al een beetje te zien. En wat ik dus tegenwoordig doe. Ik gebruik een beetje van het poeder. En dan ga ik met de Deep Brow er gewoon overheen. En daardoor krijg ik meer definitie in mijn wenkbrauw. En hiermee kan ik mijn wenkbrauw eindelijk eens dikker maken. Dus absolute toppers die ik opnieuw en opnieuw en opnieuw zal kopen. Dan de oogschaduwpalettes. Dit was nog echt het moeilijkste. En ik dacht, ik kan gewoon echt niet kiezen. Dit zijn mijn favoriete palettes van afgelopen jaar geweest. Allereerst natuurlijk de Viseart paletten. Die ik op IJmuts had gekocht. En dit is zo'n prachtige palette. Viseart paletten zijn sowieso vrij bekend in Visagieland. En vooral de matte paletten, maar ik heb bewust gekozen voor deze Sultry Muse. Omdat hier vrij veel glinsterkleurtjes in zitten. En daar hou ik nou eenmaal van. Mijn meest favoriete kleur deze paletten is toch wel deze. En het lijkt een beetje een simpele beige kleur, maar zodra ik hem ga aanbrengen, bijvoorbeeld boven mijn kaakoog, dan heeft er opeens iets roods in zich. Ik weet niet hoe dat komt, maar ja, daardoor vind ik hem echt super, super mooi. Dan natuurlijk mijn Laura Pro paletten. Ik heb hem ook vrij veel gebruikt. Ik moet eerlijk zeggen, niet zo vaak als ik dacht dat ik hem zou gebruiken. Maar het is alsnog echt een absolute topper. Als ik het even niet weet, dan grijp ik weer naar deze paletten. Het bevat een rijtje met matte oogschaduws en een rijtje met wat glanzender oogschaduw. Mijn favoriete kleur uit deze paletten kiezen is toch nog best wel lastig. Want ik vind echt meerdere kleuren mooi. Cream gebruik ik bijvoorbeeld heel vaak als highlighter. En ik wissel mijn taupe en mauve vak af om boven mijn arcadeboog aan te brengen. Maar ik denk dat ik toch wel voor sable ga. En dat is deze bruine kleur. Dat is niet de donkerste bruine kleur. Maar ik vind hem toch wel altijd een hele mooie smoky effect geven. Dan mijn Stila in the Light paletten. Hoe kon het ook anders? Dit is echt zo. Ik blijf het een geweldige paletten vinden. Ik gebruik eigenlijk al deze kleuren even graag. Maar als ik toch een favoriet moet kiezen, dan kies ik er twee. Dat is Kitten. Kitten is een hele bekende kleur van Stila. Dat is echt een super mooie, mega shimmery champagne highlighter. De andere favoriete kleur is Sunset. En ook weer deze gebruik ik vaak boven de arcadeboog. Je merkt het dat mijn favoriete kleuren iets met mijn arcadeboog te maken hebben. Maar deze kleur vind ik ook super mooi. Mijn MAC paletten. Deze hadden jullie waarschijnlijk ook al zien aankomen. Het is vrij veel neutrale en paarsige rode kleuren. Dus dat is wat dat betreft een hele typerende paletten voor mij. Als ik een favoriete kleur uit deze paletten moet kiezen, dan ga ik denk ik toch wel voor de kleur die ik het meest gebruikt heb. En dat is toch wel Satin Taupe. Absoluut een geweldige klassieker. En dan de laatste favoriete paletten die ik eigenlijk nog maar niet heel lang heb. Maar ik durf hem gewoon absoluut in mijn favorieten te doen. Dat is ook weer een product van Tarte. En dat is mijn Bon Voyage Tarte paletten. Dat was mijn eerste kennismaking met Tarte oogschaduws. En oh mijn god, wat zijn ze geweldig. Echt zo goed gepigmenteerd, zo romig en boterig van structuur en absoluut geen fallout. Mijn favoriete kleur in deze paletten, dat zijn toch wel denk ik meerdere. En dat zijn vooral de diepe donkere kleuren hieruit.
En die gebruik ik denk ik wel echt het meest. Dat was het eigenlijk. Misschien misten jullie een paar categorieën zoals parfum of lippen en dergelijke. Maar daarin zat er geen hele nieuwe favorieten tussen. En ik dacht, ik wil alleen producten benoemen die ik echt, waar ik gewoon absoluut niet zonder kon het afgelopen jaar. En die ik gewoon graag met jullie wilde bespreken. Die ik graag aan iedereen kan aanraden. Dus vandaar eigenlijk dit lijstje. Een lijstje. Het is best wel een lange lijst geworden. Het is ook een hele lange video geworden. Maar ik hoop dat jullie hem alsnog leuk vonden. Zo ja, doe alsjeblieft een duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. En ik spreek jullie de volgende keer weer. Doeg!